Hey, hi guys, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een video voor jullie over de MAC Lunar collectie die uitkomt in februari. De collectie, de dag dat deze video online komt, is in ieder geval nog niet in de winkels. Hij komt in februari en de precieze datum is nog niet bekend. Ga ik nog zeker met jullie delen via Instagram en Snapchat. Maar vandaag gaan we hem in ieder geval even uitproberen. En dan ga ik hem voor jullie swatchen. Het is geen hele grote collectie. En ik mis één item uit de collectie. Helaas. Maar ja, het is genoeg dat ik in één video kan passen. Dat ik hem uit kan proberen. En dat ik swatches kan geven. Zoals jullie zien heb ik al best wel veel make-up op. Wat ik nog niet heb opgedaan is oogschaduw, blush en lippenstift. Want dat komt dus nu in de collectie. En dat ga ik jullie laten zien hoe het gaat op het gezicht. Ik weet dat ik rode oren heb. Ik heb al best wel wat comments gehad over op andere video's. Laat mijn rode oortjes gewoon met rust. Oké? Ja, we gaan gewoon beginnen. Ik ga beginnen met de ogen. En dan laat ik jullie swatches zien van de oogschaduw, de kleuren. Ga ik jullie alles vertellen terwijl ik mij opmaak. Oké, dus het allereerste product is de Luck & Fortune Eyeshadows. Het zijn 9 oogschaduws zoals je kunt zien. En ik vind de verpakking echt mega mooi. We hebben verschillende kleuren. We hebben de Sweet Vapors. Precious Occasion, Spirit of the Season, Georgia Peach, Couplets, als ik het goed zeg, Auspicious, Special Charm, Luck and Fortune en de Lucky 8. Ik zat echt te kijken naar deze palette van oké, wat ga ik hiermee doen? Ik denk dat ik het toch op een zachte look ga houden. Ik zie daar een donkere kleur in. En ik zie mauve kleurtjes. Ik denk dat ik het toch heel simpel ga houden en dat ik deze twee kleurtjes ga gebruiken. Oké, allereerst begin ik met de kleur Couplets, als ik het goed zeg. Couplets. En ik ga gewoon met een transitiekwast ga ik erin. Het is echt een hele zachte kleur. Sorry, ik was uit focus en ik had het niet helemaal door. Oké, ik hoop dat die nu wel lekker in focus blijft. Echt een super mooie kleur. Deze kleur is in de pan een beetje bruinig. Maar als je hem op je ogen doet, is hij lekker peachy. Super mooi. Errol heeft mij deze collectie eventjes gegeven. Om aan jullie te previewen. De vorige collectie hebben wij samen gepreviewd. Dat was de Snowball collectie voor kerst. Alleen dit keer konden we het niet samen doen. Vorige keer heeft hij mij opgemaakt met de producten van de collectie. Dus super lief van hem. Hij heeft in ieder geval de hele collectie uitgebreid uitgepakt. Dat staat op zijn kanaal. Dat is Errol Severin MUA, als ik het goed zeg. Ik zal het sowieso even onderaan linken. En hij heeft de hele collectie uitgelegd. De betekenissen erachter. Hoe het zit met de finishes van de make-up. En dat vind ik altijd best wel bij MAC een dingetje. Het is niet moeilijk, maar je moet het net even weten. Dus hij legt het helemaal uit. Ik zal hem onderaan even linken. En de volgende video zullen wij zeker samen aan de slag gaan. Maar we wilden toch allebei iets voor jullie doen. Zodat jullie toch een mooie preview konden krijgen. En dat hebben we nu even zo gefixt. Maar dat komt volgende keer wel weer goed. Ik heb normaal gesproken, doe ik mijn concealer later. Dus ik heb het hier een beetje vies gemaakt. Dus ik ga hier heel even baken. Als jullie hieronder poeder zien, weten jullie waarom. Het is heel even om die oogschaduw op te ruimen. Want het was niet de bedoeling. Dan ga ik nu een heel klein beetje aan de slag met de kleur Special Charm. En dat ga ik een klein beetje in mijn crease gebruiken. Ik ga het ook een klein beetje mixen met de kleur die ik net op had. Die Couplets kleur. Nu ga ik over naar een glitter oogschaduw. En daarvoor doe ik altijd primer op. Dus dat ga ik ook hierbij doen. Dat doe ik met de NYX Glitter Primer. En dan ga ik aan de slag met de Luck & Fortune palette in de kleur, wat is het? Precious Occasion, volgens mij. En dat is deze kleur in de palette, de tweede van de bovenste rij. En ik ben heel benieuwd, want hij swatchte zo mooi. Ik hoop... Oeh. Ik weet niet of het ziet op camera, maar het is een soort van een peachy goud. Het is niet helemaal goud. Het heeft een soort van shift van peach erin. En als jullie mij kennen... Weten jullie dat ik leef voor peach? Dus dit vind ik echt super mooi. Oké, wat ik nu ga doen is... Nu zie je dat er best wel een harde lijn zit tussen de crease en de glitter. Kijk, glitter, ik ben geen fan ervan om het te doen in mijn crease. Maar wat ik wel meestal doe is een hele kleine kwast pakken.
En de glitter die ik al op mijn, of shimmer die ik al op mijn ogen heb, ga ik een klein beetje blenden in de rest, zodat het toch een beetje een mooie overloop heeft. Het is echt heel klein. Als je kijkt naar mijn hand, dan zie je in verhouding hoe klein de kwast is. Neem je zo'n klein kwastje en dan ga je eigenlijk werken met wat je al hebt. Ga je blenden. En je kan zelfs een beetje uit de pan pakken van, ik noem het pan, volgens mij is dat niet het goede woord. Ik noem het gewoon een pan. Uit de pan van de oogschaduw een klein beetje pakken om dat een beetje te blenden in je crease. En dat vind ik net een mooiere overloop geven. Ik kan eventueel gaan nog terug gaan met de crease kwast. Om een klein beetje. Zie je? Het is heel subtiel, maar voor mijn gevoel maakt het een heel verschil. Dus dit is hoe ik het doe in ieder geval. Dan neem ik een kleiner kwastje en dan ga ik gewoon terug naar dezelfde kleur aan de onderkant doen. Dus de kleuren die ik heb gebruikt, ik zal de palet even recht houden, is deze kleur en deze kleur. Ja, dus die twee ga ik nu ook gewoon de onderkant van mijn ogen doen om hetzelfde effect te creëren. Oké, dus dat zijn de ogen. Ik ga heel even nu mascara opdoen en wimpers, want dat ziet er natuurlijk gelijk heel anders uit. En daarna kom ik terug voor de rest van het gezicht en de producten. Oké, dus ik ga wimpers opdoen en ik vond het toch een beetje kaal. Dus wat ik ga doen is ik ga een heel klein beetje van die bruine kleur pakken. En dat is de kleur Auspicious. En dat ga ik echt een heel klein beetje op het randje van mijn wimpers doen. Om het een klein beetje diepte te geven en een beetje donkerder te maken. Oké, ik heb mijn wimpers op. Ik heb even nog wat mascara opgedaan. Ik weet niet wat de hel mis is gegaan met mijn wimpers. Maar dat gaat niet helemaal goed. Maar goed, we gaan gewoon door. Dit is dus weer de palette. Ik dacht dat ik klaar was met oogschaduw, maar nog niet. Ik ga toch nog een klein beetje van de kleur die ik op mijn oogleden heb, ook een klein beetje in de inner corner doen. Om het toch een beetje meer effect te geven. En doe het gewoon met hetzelfde kleine kwastje die ik net ook heb gebruikt. En ik moet trouwens ook even erbij zeggen dat ik nieuwe belichting heb. En ik moet nog heel erg wennen. Ik ga mijn achtergrond ook nog veranderen. Alles wordt eigenlijk anders. Maar ik moet nog heel erg wennen aan hoe ik mijn handen moet houden. Zodat alles goed in beeld is, et cetera. Volgens mij moet ik nog iets meer naar voren komen ook. Ja, zie je. Dus ik probeer een klein beetje daarmee te spelen en eraan te wennen. Dus alsjeblieft, hou het alsjeblieft een klein beetje vol met mij. Maar ik doe mijn best om alles een beetje op orde te krijgen hier. En dat mijn kwaliteit zo goed mogelijk is voor jullie. Maar goed. Nog even de ogen en dan gaan we nu over naar blush. Ik heb hier de Love Token / Long Life and Happiness Powder Blush. Het is een duo. Hij is zo enorm mooi. Hij heeft twee verschillende kleuren. En ik geloof dat de eerste is de Love Token. Dat is de bovenste. En de onderste is Long Life and Happiness. Ik heb hem hier. Hij is enorm mooi. En ik dacht eerst van ik ga maar één kleurtje opdoen. Maar ik ga ze gewoon lekker mixen. Ik hou heel erg van peachy peachy blushes, dus ik ben heel erg benieuwd. Hij is niet echt peach, hij komt een beetje meer roze uit. En dan gaan we over naar de lipsticks. Ik heb eigenlijk 5 kleuren, maar ik heb er hier 4. Ik heb Peachy New Year, dat is een satin lipstick. Ik heb To Luck, dat is een matte lipstick. Ik heb Prosperity, als ik het goed zeg. En dat is een matte lipstick. En ik heb Pure Happiness en dit is in Cream Sheen. Oké, ik heb dus net mijn lippen 100 keer geswatcht met al de kleuren om te kijken waar het beste stond. En om jullie dat te besparen heb ik dit even off camera gedaan, maar ik heb nu een kleur gekozen. Het wordt echt iets heel anders wat ik normaal gesproken doe, maar hey, af en toe moet je uit je comfortzone gaan. Dus wat ik eerst ga doen is de lip liner in Soar, ook van MAC. En daarna ga ik voor de lippenstift To Luck, wel van de collectie. En ja, ik zou vaker uit mijn comfortzone moeten gaan, maar hey, ik ga het gewoon doen. Oké, guys, dat was de swatch / tutorial met de nieuwe MAC Lunar collectie. Ik moet eerlijk zeggen, het zijn echt niet, ik ga gewoon heel eerlijk zijn, het zijn niet de kleuren die ik normaal gesproken zou kopen in de winkel. Puur omdat ik meer een warmtonig persoon ben die echt voor de bruine tinten gaat. Maar ik vind dit, als ik het zo bij mezelf zie, is het wel weer heel leuk om wel iets anders te doen. Dus ik ben er wel blij mee. Ik moet wel wennen. Maar het is een hele mooie collectie met hele mooie kleuren.
Ik hoop, dit is de allereerste keer dat ik swatches heb gedaan. Ik weet, ze zijn niet super goed, super amazing. Maar ik hoop wel dat jullie zo de kleuren hebben kunnen zien. Laat me ook weten in de comments of je meerdere video's zou willen zien met duidelijke swatches van de producten. Of jullie dat leuk vinden. En ja, ik hoop dat jullie iets aan deze mini tutorial hebben gehad. Het was natuurlijk niet van het hele gezicht. Het ging vandaag voornamelijk over de collectie. En ik hoop dat ik die goed genoeg heb kunnen laten zien. Ik ben heel erg benieuwd ook naar wat jullie gaan oppikken in de winkels. Of jullie iets gaan oppikken van deze collectie. Of hoe jullie deze collectie vinden. Dat ging er lekker uit. Hoe vinden jullie deze collectie? Dat wil ik heel graag weten in de comments. En wat vinden jullie van deze look? Hoe vinden jullie het eerlijk? Hoe vinden jullie dit bij mij? Want het gaat een beetje de roze kant op. En ik heb nooit rozige lippenstift op. Nude, maar niet roze. Vergeet niet de video van Errol te checken. Hij pakt de hele collectie helemaal uit. Hij legt de hele betekenis uit. Hoe je echt precies de producten moet gebruiken. De finishes van de producten. De collectie. Alles, de op en de aan. Dat staat al op zijn kanaal. Ik zal het beneden ook even linken. En ik zie jullie graag de volgende video weer terug. Dus dankjewel voor het kijken. Doei doei.